Ja, waarom bent u supporter van de Belgian Red Flames? Omdat ik zelf ook voetbal speel en dat is tof om te zien hoe de anderen ook gaan spelen. Is dat leuker dan de Rode Duivels? Ja, meestal wel. Het was meer intensiever en zo. En harder. Ja, en wat verwacht je van het EK? Ik denk dat ze het nog ver gaan schoppen. En hoe ver dan? Dat zullen we zien, hè. De finale is een mogelijkheid? Dat kan, alles kan. Gaat zelf ook naar het EK? Ja, ik ga 6 wedstrijden gaan kijken. En naar welke wedstrijden ga je dan gaan kijken buiten de Red Flames? Portugal, Spanje ga ik nog gaan kijken. Onder andere ook de finale. En België, Nederland, de lage landen. Dat wordt wel een heel speciale wedstrijd, hè? Ja, dat zal wel. En gaan de Belgen winnen dan van Nederland? Tuurlijk. U gaat ook naar het EK? Ja, we gaan naar 6 wedstrijden kijken. We hebben de kans gehad om 6 verschillende matchen te kiezen. Waaronder de finale en de halve finale. Dus we hopen dat de Rode Duivelinen, de Red Flames, minstens de halve finale hebben krijgen. En als het eventueel kan, natuurlijk de finale. Ja, en de wedstrijd tegen Nederland wordt voor jou heel speciaal, hè? Ja, ik heb een Nederlandse vriendin. Ik woon zelf in Tilburg. De wedstrijden zijn in Tilburg en Breda. Dus voor ons zijn dat thuiswedstrijden, maar toch gaan we de 3 kleuren aandoen. Wordt het dan een beetje oorlog thuis? Het zal gezellige spanning worden, maar dat vinden we wel niet erg. Ja, waarom bent u fan van de Red Flames? Omdat ik zelf voetbal speel en dat is een grote voorbeeld voor mij. Ja, en ik zie ze graag bezig. En naar wie kijk je bijzonder op? Naar Tessa, omdat ja, zij is de beste. En, ja. En hoe ver verwacht je dat de Red Flames op het EK gaan komen? Ik hoop toch dat ze in de finale geraken. Maar misschien wordt dat wel een beetje moeilijk met Spanje en Duitsland. Ik denk dat dat wel goede ploegen zijn. Hoe lang bent u al fan van de Red Flames? Oh ja, dat is vanaf dat het een beetje populairder geworden is dat toegenomen. Dat is toch al een tweetal jaar feller fan geworden. En mijn dochter speelt dan zelf voetbal. Dan neemt dat toch ook wel wat vorm aan. Hè. Dan ga je liever eens meekijken. Ja. En heeft u zelf ook favoriete voetbalsters bij de Red Flames? Ja, Tessa springt eruit omdat hij internationaal wel een beetje verder staat. Vooral Tessa natuurlijk. Ga je regelmatig kijken live in het stadion naar wedstrijden van de Flames? Dat is eigenlijk eerlijk gezegd wel de eerste match. Dat ik, maar dat zal wel een vervolg worden, denk ik. En wat zijn de verwachtingen op het EK? Ik denk dat, dat er mogelijkheden zijn. Ze zullen mijn voetjes op de grond moeten blijven als ze een beetje succes maken. Maar een keer dat... zijn er mogelijkheden, ze hebben wel capaciteiten.